kinderen tot mij komen. Niemand mag ze hinderen, want de poorten van mijn rijk staan voor kinderen open. Laat ze allen groot en klein bij mij binnenlopen. Laat de mensen tot mij komen over alle wegen. Laat de mensen tot mij komen, houd ze toch niet tegen. Want de poorten van mijn rijk gaan ook voor hen open. Als ze aan hun kind gelijk bij mij binnenlopen. Dag alle lieve kinderen! Hoe gaat het met jullie? We zijn er vandaag weer met ons eigen programma Laat de kinderen tot mij komen. Zijn jullie er gereed voor om weer te luisteren naar het verhaal? Roep mama, mama, papa, oma, opa, je vriendjes. Meld ze dat het verhaal zo meteen gaat beginnen. Hoe gaat het met jullie? Op school? Thuis ook? Ik hoop dat jullie heel hard je best doen. Vandaag wil ik heel speciaal ook mijn vriendje Aisea groeten. Dag Aisea. Ik hoop dat je ook bij de televisie zit. Want vandaag komt er weer een verhaaltje. Ja. Zo zijn er een paar. Ik heb Janae, ik heb Olivia, ik heb Marita enzovoorts. Enzovoorts. Allemaal. Zit bij de televisie en luister heel aandachtig. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we de Heere Jezus vragen om ook in ons midden te zijn. En ons te helpen om te luisteren. En de boodschap die Hij aan ons wil geven vandaag, dat het goed tot ons doordringt. En dat we doen wat Hij van ons vraagt. Vouw je handjes en sluit je oogjes. Lieve Vader in de hemel, we danken U voor deze prachtige dag. We danken U, Heere Jezus, dat we mogen weten dat U altijd bij ons bent. We danken U dat we mogen weten dat U zoveel van ons houdt, Heer. Heer, vandaag willen we aan U zeggen dat we ook heel veel van U houden, Heer. En dat we de lessen die we mogen leren vanuit Uw woord, Heer, willen vragen, nu, Heer, om ons te helpen om ze ook toe te passen. Ik leg zo alle kinderen en alle grote mensen die luisteren, Heer, in uw handen. En ik bid u, Heer, dat u ze oren geeft om te horen, ogen om te zien en een hart die van u houdt en er naar verlangt om uw wil te doen. Gaat u uw gang deze dag, Heer, in de naam van Jezus. Amen. Amen. Jongens en meisjes. Weet je, op een tafel, onder zoveel boeken, was een Bijbel. Lag een Bijbel en die Bijbel was van Anneke. Een hele poos had ze er niet meer uit gelezen. Weet je, ze had de Heer Jezus gevraagd om in haar hartje te komen wonen. En ze had toen een Bijbel gehad. En ze had beloofd aan tante Anita, die haar die Bijbel gaf, dat ze elke dag uit die Bijbel zou lezen. Ze had het beloofd. En ze was heel blij dat ze zo'n Bijbel had gehad. Tante Anita had er gezegd, aan Anneke gezegd, dat ze elke dag uit die Bijbel moest lezen. Want als je die Bijbel leest, dan praat de Heere God tot jou. En dan krijg je antwoorden waar je naar zoekt. En Anita, Anneke, die had beloofd dat ze dat zou doen. Maar weet je, toen tante Anita weer weg was, toen was Anneke ook wel weer vergeten dat ze wat ze beloofd had. Ze las niet in die Bijbel. Ze deed er niks mee. Terwijl tante Anita er had gezegd dat ze die Bijbel moest lezen, het moest open doen, want
Als je in de Bijbel leest, in Psalm 50, vers 14, staat er: offer goede lof en betaal de Allerhoogste uw geloften. Dus met andere woorden, dat we de Allerhoogste is een naam voor de Heere God. En jongens en meisjes, in dit vers was tante Anita, wilde tante Anita aan Anneke aan duidelijk maken dat ze dat moet doen. Tante Anita kwam na een poosje op bezoek. En ze vertelde, vroeg aan Anneke: en hoe gaat het met die Bijbel? Heb je het wel gelezen? En Anneke wist niet wat ze moest zeggen. Ze wist dat ze had beloofd dat ze eruit zou lezen, maar ze had het niet gedaan. Toen het 's avonds was, toen zei tante Anita: kom, laten we die Bijbel lezen. En ze vroeg: welk gedeelte zullen we lezen? Anneke durfde niks te zeggen, want ze wist ook niet wat ze moest zeggen. En toen nam tante Anita weer dit vers: offer goede lof en betaal de Allerhoogste uw gelofte. En ze zei: dat is een vers dat ik heel mooi vind. Anneke was heel verlegen. Heel verlegen. En ze zei aan tante Anita: weet u, als u uit die Bijbel leest, dan word ik heel blij. Dan lijkt het alsof de Heere Jezus heel dichtbij is. Maar als u weg bent, dan is het moeilijk om eraan te denken wat ik u beloofd heb. Wat ik beloofd heb te doen. Ik heb er zoveel spijt van. En gelukkig, tante Anita was niet boos. Ze zei: weet je schat, ik weet het. Maar ook als ik wegga, is de Heere Jezus hier. Hij houdt zoveel van je. En hij wil je vriend zijn. Je allerbeste vriend. Hij heeft beloofd dat hij je nooit zal verlaten. Dat hij altijd bij je zal zijn. En hij zal die belofte aan jou nooit verbreken. Toen vertelde tante Anita aan Anneke dat ze de Heer kon vertellen dat ze er spijt van heeft. En als hij er wil vergeven. En dat deed Anita. Dat deed Anneke. Ze vervroeg de Heer Jezus: Heer Jezus, vergeeft u me. En dat ik mijn belofte eigenlijk niet nagekomen ben. Maar ik zal het van nu af aan wel doen. En weet je, jongens en meisjes, Anneke, ze deed het. Ze las elke dag uit de Bijbel. En ze las die mooie verhalen die in de Bijbel voorkomen. Misschien heb jij ook een Bijbel. En heb je het heel lang niet open gedaan. Heel lang niet eruit gelezen. Ik zou je willen aanraden om vandaag opnieuw ermee te beginnen. Want precies wat ik je zei, als je die Bijbel leest, dan praat de Heere God tot je. En je wil toch dat Hij tot je praat? Hij wil toch dat Hij je antwoord geeft op al die vragen die je hebt? Dan moet je dat woord lezen, want die antwoorden staan erin. Doe net als Anneke en begin weer je Bijbel te lezen, want de Heer Jezus wacht op ons. Oké, weet je, jongens en meisjes, hebben jullie wel eens iets beloofd aan een andere? Heel lang geleden beloofden de Israëlieten iets aan de Heere God. Dat verhaal staat in de Bijbel, in Gods woord. En daar staat: de Heere onze God zullen we dienen en naar zijn stem zullen we luisteren. Dat staat er. Dat hadden de Israëlieten aan de Heere God beloofd. En God dienen betekent hem de eer geven. Weten dat hij groter is dan jullie zijn en doen wat hij graag wil. Ervoor zorgen dat je doet
wat je doen moet. De Israëlieten deden deze belofte aan God toen hun grote leider Jozua hun samenriep om vlak voor ze sterven afscheid van ze te nemen. Jozua was toen al een oude man en voelde dat hij niet meer lang zou leven. Maar dat hij gauw naar de hemel zou gaan bij de Heere God. Zodra de Heere God hem riep, zou hij gaan. Maar voordat hij zou sterven, had hij de Israëlieten nog iets te zeggen. Hij riep daarom riep Jozua het hele volk Israël bij elkaar. Ze gingen hun huizen uit en haasten zich naar de plaats die Jozua ze had genoemd. De Israëlieten hielden heel veel van Jozua. Hij was een dappere soldaat. Jozua had in veel oorlogen samen met hun gevochten. Hij was lange tijd hun leider geweest. Wat zou Jozua nu gaan vertellen? Ik zal het jullie vertellen. Er staat in de Bijbel wat hij ze heeft gezegd. Hij zei, zie, ik ga thans weg van al het aardse. Erken nu met je hele hart en met je hele ziel dat niet één van alle goede beloften die de Heere uw God u gegeven heeft onvervuld gebleven is. Alles is voor u uitgekomen. Ja, alles wat de Heere God ze beloofd had, was uitgekomen. Ja, Jozua vertelde de Israëlieten dat hij ging verlaten. Hij herinnerde hun eraan dat God al zijn beloften die hij eens deed, had gehouden. God was zo goed voor hun geweest. Je herinnert je nog wel dat de Israëlieten vroeger slaven in Egypte waren. Waar hadden ze hard voor de Egyptenaren moeten werken. Maar God had hen uit dat moeilijke leven gehaald om hen in dit nieuwe land Kanaan te brengen. Hij had het beloofd en heeft het ook gedaan. Het was een lange reis geweest van Egypte naar Kanaan. En het had zoveel jaren geduurd. Maar God had hen gevoed. Hij had voor hen gezorgd. Hij had zelfs oorlogen voor hen gevoerd. In dit nieuwe land mochten ze voortaan voor altijd wonen. Hier was een land waarvoor ze niet gewerkt hadden. En steden die ze niet gebouwd hadden. Hier waren allerlei heerlijke vruchten te eten die ze niet geplant hadden. Nu was dit goede land van hun. Ja, God had al zijn beloften aan de Israëlieten gehouden. Hij had zich aan zijn woord gehouden. Jozua zei verder dat de Israëlieten nu twee dingen moesten doen. Ten eerste moesten ze de Heere God aanhangen. Aanhangen. En aanhangen, jongens en meisjes, betekent je vastklemmen, vlakbij blijven. Hoe konden ze dicht bij de Heere Jezus blijven? Natuurlijk, door naar hem te luisteren, te doen wat hij hun vroeg, door hem te dienen en zijn wil te doen. Ten tweede moesten de Israëlieten zich zorgvuldig in acht nemen. Dat betekent opletten. Ze moesten waakzaam zijn. Waakzaam. De Israëlieten moesten opletten dat ze de Heere bleven liefhebben. Zodat de andere mensen zouden zien dat ze van hem hielden. Want er woonden allerlei volken in Kanaan. De Amorieten, de Perizzieten, de Kanaïnten, zoveel. En soms worden ze worden allemaal eigenlijk Kanaanieten genoemd. Jozua waarschuwde de Israëlieten ernstig voor deze volken. Die Israëlieten moesten zich apart houden van hun. Ze mochten niet met ze bemoeien. Ze mochten zich niet met ze vermengen. En weet je, tijdens die hele lange reis van de Israëlieten, van Egypte naar Kanaan, en heel de tijd dat Jozua hun leider geweest was in het land, hadden de Kanaanieten gehoord over de God van die Israëlieten. En ze hadden gezien
die vele wonderen die hij voor zijn volk had gedaan, maar nog steeds aanbaden die Kanaanieten hun valse goden. Oh, wat erg. Afgoden. Goden die ze zelf van hout of steen hadden gemaakt. Volken die afgoden dienen, worden heidenvolken genoemd. God had de Israëlieten bevolen dat als ze eenmaal in het land Kanaan zouden zijn, ze de afgoden die ze daar zouden vinden direct moesten vernietigen. Nu wisten de Israëlieten iets wat nog niemand anders wist. Ze wisten dat er maar één God is. Dat is de Heere God, de ware levende God. En omdat hij een levende God is, had hij de Israëlieten gezegd dat ze geen afgoden mochten maken of een afbeelding van hem. De Kanaanieten dachten dat er heel veel goden waren. Dat dachten ze. Ze wisten niet beter. Weet je, ze maakten goden, afgoden. En ze waren druk bezig ermee. En een van ze heet de Baal. En ze timmerden en sloegen. En ik kan me niet voorstellen dat deze mensen zelf een God maakten om te dienen. Zelf. Hoe kan dat? Ze maakten een Baal afgod. Hij had ogen, maar hij kon niet zien. Ze maakten oren voor die Baal, maar hij kon niet horen. Ze hadden een mond voor Baal gemaakt, maar hij kon niet zeggen. Nee, hè? Baal is maar een zelfgemaakte god, een afgodsbeeld. En je vroeg je af, je zou je afvragen, wat gaan die heidenen nu doen met een afgodsbeeld? Ze zullen het aanbidden, ja. Ze zullen zich neerbuigen voor Baal. Ze bedenken allerlei zondige dingen om hun God een plezier te doen. Ja, dat deden ze met Baal. Denken jullie jongens en meisjes dat de Heere God dat goed vindt? Nee. Weet je, deze Baal stonden in het beelden, afgodsbeelden stonden in het hele land. Midden in die steden en dorpen, buiten op die hoge toppen van heuvels. Overal vond je Baal goden. En die heidenen aanbaden die afgodsbeelden. Maar die Israëlieten wisten beter. Ze wisten dat er maar één ware, levende God is. Een heilige God. Die goed en rechtvaardig is, die geen zonde heeft. De Israëlieten wisten ook nog iets anders. Ze wisten van Gods heerlijk plan dat hij eens een verlosser zou sturen. We weten dat de Heer Jezus was. Die voor onze zonde aan het kruis gestorven is. Om die Israëlieten te leren begrijpen dat die verlosser zou sterven in hun plaats, had God hun geleerd een mooi, goed lam te offeren als verzoening voor hun zonde. Kijk, zie je, hier zie je een altaar. En daarop het lammetje dat verzoening bracht voor hun zonde. Nee, dat lammetje kon hun zonde niet wegnemen. Dat wisten de Israëlieten ook wel. Maar als de Israëliet het lam naar het altaar bracht om het te doden, was het alsof hij wilde zeggen, ik weet dat ik gezondigd heb. En ik weet dat de zonde gestraft moet worden. Dit lammetje sterft in mijn plaats. Door dit te doen liet hij zien dat hij geloofde in Gods belofte van de komende verlosser. De Israëlieten moesten dit doen totdat de Heer Jezus kwam. Degene die in hun plaats moest sterven voor hun zonde. Ja, alles wisten de Israëlieten. En weet je, soms weten wij ook zoveel over de Heer Jezus. En toch doen we het verkeerde. Jij en ik, en alle die de Heer Jezus kennen als onze verlosser, we
We moeten ook een heilig volk zijn. Ja, we mogen niet alle dingen doen die andere mensen doen. Ik weet best dat we moeten samenleven met mensen die de Heer Jezus niet kennen als hun verlosser. Je zit misschien met kinderen in de klas die een heel ander geloof hebben. Kinderen die hem nog niet kennen. Overal om ons heen vinden we zulke mensen. Maar we moeten oppassen dat we niet samen met hen die verkeerde dingen gaan doen. Want we weten precies wat er in Gods woord staat. Daarom is het belangrijk om Gods woord te lezen en om te luisteren als we op school zijn of op de zondagschool. God zegt, laat je niet met u in. Wees waakzaam. Wees voorzichtig. Jozua had zelf aan die Israëlieten gezegd dat ze die naam van Baal niet eens mochten noemen. En weet je, jongens en meisjes? Jozua had dus met die mensen gepraat. Hij had ze gezegd wat ze moesten doen. En die Israëlieten gingen weer naar hun huis. Wees niet bang, zei Jozua. Wees dapper. Doe alles wat God zegt dat je moet doen. En niet lang daarna stierf hij. Hij ging naar de hemel om voor altijd bij de Heer te zijn. En wat denk je dat er verder gebeurde, jongens en meisjes? Als jij een van die Israëlieten was geweest, achtergebleven in een vreemd land, met overal heidenen om je heen, wat zou jij gedaan hebben? Laten we kijken wat deden die Israëlieten. Weet je wat ze deden? Toen hun dappere leider gestorven was, hoewel die dappere leider ze had gezegd wat ze moesten doen. Maar toen hij weg was, jongens en meisjes, gingen ze samen met die heidenen die afgodsbeelden dienen. Ze waren vergeten dat Jozua weg was, maar dat God ze niet had verlaten. Anneke, weet je nog, Anneke had gezegd, ik houd zoveel van uw tante Anita. Als u hier bent, houd ik ook van de Heer Jezus. Maar als u weg bent, is het zo moeilijk om eraan te denken. Een hele tijd dachten die Israëlieten wel eraan. Maar toen vergaten ze helemaal en ze gingen zich mengen. En weet je, dat is niet wat de Heere God goed vindt. En hij was heel erg bedroefd daarover. Hij zag dat zijn volk niet meer naar hem luisterde en hem vergat. Ik denk dat de Heere God heel erg verdrietig was. Daarom stond God de engel om tot de Israëlieten te spreken. En hij zegt, ik heb jullie uit Egypte laten uittrekken en naar dit land gebracht. En ik heb gezegd, ik zal mijn verbond met jullie in eeuwigheid niet verbreken. Maar gij zult geen verbond sluiten met de bewoners van dit land. Hun altaren zul je afbreken. Maar dat hebben jullie niet gedaan. Jullie hebben niet naar mijn stem geluisterd. Terwijl ze het hadden beloofd. En toen zagen die Israëlieten hun zonde in. En wat kan je doen als je beseft dat je verkeerd bent geweest? Je mag je zonde beleden. En dat deden die Israëlieten ook. Ze beleden hun zonde. En jongens en meisjes, als we dat doen, dan vergeeft God ons altijd. Want we zijn allemaal zondaren en God wil ons altijd helpen. De Heer Jezus is gekomen om onze straf op zich te nemen. Dat is die verlosser die hij heeft gestuurd. We hoeven dus niet in die zonde verder te gaan. Maar als we beseffen en toegeven dat we verkeerd zijn, mogen we altijd terug naar de Heer. En weet je, deze Israëlieten bleven doorgaan. Maar daarover zal je de volgende keer horen. Laten we bidden. Lieve Vader in de hemel, we buigen onze hoofden voor u. En we danken u dat u een vergevende Vader bent. Heer, we weten dat we niet beter zijn dan die Israëlieten. Elke keer doen we weer dingen waarvoor u ons hebt gewaarschuwd. Maar we vragen u deze dag, Heer, vergeef ons.
en wil vandaag opnieuw met ons beginnen. Als we onze Bijbel niet meer lezen, Heer, help ons om het weer te doen. Als we niet meer naar de zondagschool of jeugdclub gingen of niet meer naar de kerk, Heer, help ons om dat ook weer op te pakken. Om heel dicht bij u te blijven. Help ons om waakzaam te zijn, Heer. Heer, dat we echt waakzaam mogen zijn. Heere God, heel dicht bij u blijven. Dat we alert zijn, Heer. Heer, u bent een God van trouw. En we danken u ervoor. Zo breng ik alle kinderen en alle volwassenen die nu bij de televisie zitten en luisteren, Heer, in uw handen. En ik bid u, Heer, dat u bij ze bent. Alle zieken, alle mensen die bedroefd zijn, allen die u nodig hebben, breng bij u. En ik vraag u, zegen ons allen in Jezus' naam. Amen. Lieve kinderen en alle grote mensen, ik groet jullie voor vandaag. Mijn naam is Lydia Sepni en zo de Heere het wil. Tot de volgende keer. Volgende week zit je dit verhaal. Ga je horen vandaag, misschien nog een paar dagen in de week. En de volgende keer gaat het verder. God zegen. Bye bye. Lees je Bijbel, bid elke dag. Lees je Bijbel. Is je deur nog op slot van je